De regering heeft dispensatie tot verkoop verleend aan twee niet-essentiële handelaren. Vanaf vandaag mogen vuurwerkwinkels en slijterijen nu ook hun waar verkopen. Dit maakte minister Umar Ramadien van Volksgezondheid gisteren bekend tijdens de laatste COVID-19 persconferentie van dit jaar. Verschillende ondernemers hebben na de aankondiging van de verscherpte maatregelen de vorige week contact gemaakt met de regering om aan te geven dat ze ook onder essentiële diensten vallen. Twee van deze groepen hadden wat urgenter karakter en dat is de groep vuurwerkverkopers en de andere groep die ook vraagt om een stukje begrip en een stukje medewerking vanuit de overheid, dat is de groep van slijterijen. We weten dat deze periode een periode is waar traditioneel, bijna kan je zeggen, het een traditie is in Suriname dat wij alleen rond oudjaar vuurwerk afschieten en dat dat iets belangrijks is. Maar ook willen wij hier naar kijken en hebben we gekeken en gezegd van we willen sowieso dat personen kunnen genieten van vuurwerk. Als we niet zouden willen hebben dat en er een risico aan verbonden was, hadden we ook het afschieten van vuurwerk kunnen verbieden. En daarmee was ook dus de verkoop stopgezet. Het was minister Ramadien. Hij benadrukte dat de vuurwerkverkoop alleen kan geschieden onder strikte condities. De bewindsman vindt het jammer te hebben opgemerkt dat de vuurwerkwinkels gewoon open waren, terwijl ze daartoe nog geen toestemming hadden. Er zijn richtlijnen ontwikkeld. Die worden gedeeld met de sector. Dat is namelijk dat wij voornamelijk stimuleren het verkopen van vuurwerk via online opties. En dat er levering plaatsvindt, dus delivery at home, vanuit de vuurwerkverkopers. Verder moet er een verkoop plaatsvinden middels een nummersysteem. Waarom? Omdat we niet willen hebben. Als we nu zeggen, en een van de regels is dat 5 klanten maximaal in de zaak mogen zijn tegelijkertijd. En dat de rest natuurlijk buiten moet wachten. Wat je dan kan gaan krijgen is dat er een trechtervorming kan plaatsvinden buiten. En dat wij zeggen, de vuurwerkverkoper die nummers uit te delen, de mensen mogen rustig in hun auto gaan wachten. Wanneer ze aan de beurt zijn, komen ze dus de zaak binnen. Verder moeten er duidelijke afbakeningen zijn middels dranghekken of om in ieder geval hoge concentratie van consumenten te voorkomen bij de winkels. We hebben zelfs gezegd, we willen levering doen van vuurwerk, welke online wordt besteld, tot 22:00 PM, waarbij elke vuurwerkverkoopvergunninghouder in aanmerking kan komen voor een dispensatiepasje, zodat de levering van vuurwerk ook nog kan geschieden tot 22:00 PM. Dat was nog eens minister Umar Ramadien van Volksgezondheid. Hij sprak gisteren tijdens de laatste COVID-19 persconferentie. De regering heeft besloten aan twee niet-essentiële ondernemingen dispensatie tot verkoop te verlenen. Het gaat hierbij om de vuurwerkwinkels en slijterijen.